Welkom bij Een Oorlog Reeds Verloren. Wederom midden in een crisissituatie die zijn weerga niet kent. Dit hebben we in Europa nog niet eerder gezien. En we gaan het ook nog hebben over de psychologische gevolgen van mensen. De cognitieve dissonantie waarin de mensen zitten die hier over straat gewoon hardlopen. En doen alsof er niks aan de hand is. We gaan het nu echter hebben over de economie. En de economische gevolgen van wat hier gaande is. En ik wil graag beginnen met het voorlezen van een tweetal fragmenten uit het pamflet Neem het niet! Van Stéphane Hessel, die ik als rode draad gebruik voor deze korte serie vlogs. Vanaf 1945, na een gruwelijk drama, manifesteren de krachten die schuilen in de Raad van het Verzet zich in nieuwe, grootse toekomstplannen. Laten we niet vergeten dat er toen een sociaal stelsel in het leven is geroepen zoals het verzet dat wenste. Zoals het in zijn programma was vastgelegd. Een allesomvattend plan voor een sociaal stelsel met het doel om alle burgers te verzekeren van middelen van bestaan. In al die gevallen waarin ze niet in staat zijn zich door middel van hun werk te verschaffen. Een pensioen dat de oude werknemers voorziet van een waardige oude dag. De energiebronnen, elektriciteit en gas, de steenkolenmijnen en de banken worden genationaliseerd. Ook die aanbeveling stond in het programma. Teruggave aan het volk van de grote gemonopoliseerde productiemiddelen die de vrucht zijn van de collectieve arbeid, van de energiebronnen, de bodemschatten, de verzekeringsmaatschappijen en de grote banken. De invoering van een echte economische en sociale democratie, met uitschakeling van de economische en financiële aristocratie in de leiding van het economisch bestel. Het algemeen belang moet voorrang krijgen boven het individueel belang. De rechtvaardige verdeling van de door de werkende mens opgebouwde rijkdom boven de macht van het geld. Het verzet stelt een rationele organisatie van de economie voor, die ervoor zorgt dat de persoonlijke belangen ondergeschikt blijven aan het algemeen belang. En die bevrijd is van de beroepsdictatuur die werd ingevoerd naar voorbeeld van de fascistische staten. En de voorlopige regering van de Republiek neemt dat voorstel over. Nou was dit in de jaren 40, 50, 60 en daarna waren dit de idealen van een generatie die de verschrikkingen van de oorlog had gezien. En daar waren communistische gedachtes bij en daar waren verregaande socialistische gedachtes bij. Maar in eerste instantie waren dit idealen. En wat belangrijk is om vast te stellen is eigenlijk dat die idealen die zijn altijd geweldloos. En wat daarbij ook wel eens wordt gezegd is dat idealen zijn geweldloos. De realiteit is gewelddadig. De gewelddadigheid die schuilt tegenwoordig niet zozeer in de fysieke gewelddadigheid als wel in een financiële gewelddadigheid, een economische gewelddadigheid en een bureaucratische gewelddadigheid. En dat maakt het zo lastig te duiden. En dat beschrijft Stéphane Hessel hier ook. Hè. Een vijand met een geweer en een helm is veel makkelijker aan te wijzen. Die heeft het ook gemunt op uw fysieke welzijn. De vijand tegenwoordig verschijnt bij de NOS gehuld in een pak en vertelt u leugens. En vertelt u verhalen die op uw onderbewuste en uw psychologische wezen inwerken, zodat u gaat doen wat men van u verwacht. Uiteindelijk is men bezig inbreuken te maken op de allerheiligste zaken die er zijn, namelijk uw mentale integriteit, waarheden die voor u gelden, maar ook op uw fysieke integriteit. Verplichte vaccinaties zouden wel eens hun intrede kunnen doen. Je ziet dat uw vrijheden worden belemmerd, u mag niet bewegen. Uiteraard voor het algemeen belang. Het is dus zo En Renko, hoe noemde jij dat ook alweer? Als iets wat ingevoerd wordt om een goede reden, misbruikt wordt om een andere reden. Function creep. De function creep. Dus er kruipt achter ieder iets wat aan u gepresenteerd wordt, waarvan u denkt, dat is fijn, dat is voor mijn individueel belang en dat is voor het algemeen belang. Daar kruipt vaak mee in het kielzog, in de schaduw, vrijwel onzichtbaar, een mogelijkheid voor overheden of financiële machthebbers en dus gewelddadigers om op oneigenlijke wijze iets in te voeren wat u helemaal niet gewild heeft. Een voorbeeld is verkeerscamera's om in de gaten te houden of er files zijn, kunnen ook ingezet worden door de Belastingdienst om te weten wie u bent, waar u rijdt en hoe het met u gaat. Facial recognition kan gebruikt worden om misdaden op te sporen. Heel belangrijk. Ja, maar het kan ook gebruikt worden om als je een bepaalde onwelgevallige groep eventjes op wil sporen, om die even op te sporen, terwijl die misschien wel onschuldig is. Maar volgens jouw wetten wel schuldig is. Er wordt ook gezegd door bepaalde mensen in mijn app, en ze weten donders goed wie zij zijn als ze dit filmpje zien, ja, wij voeren de wetten van Nederland uit. Ja, maar of die wetten rechtvaardig zijn, dan zeggen ze, ja, maar hè, wij hebben eer en trouw gezworen aan de wetten. Ja, maar wat nou als die wetten onrechtvaardig zijn? Het verleden, en daar is ook het boekje van Stéphane Hessel een voorbeeld van. Het verleden leert ons dat legalisme is gevaarlijk. Waar ligt de grens tussen orders opvolgen en voor jezelf nadenken, wacht even, wat zijn we hier nou aan het doen? Gaan we het zo over hebben, ik zal dat nu aanhalen. Het gaat namelijk over verantwoordelijkheid. Onverschilligheid. De slechtst denkbare houding. Het is waar, de redenen om in verzet te komen lijken nu misschien minder duidelijk of de wereld lijkt ingewikkelder. Wie geeft er leiding? Wie beslist? Het is niet altijd makkelijk om wijs te worden uit alle stromingen die over ons regeren. We hebben niet meer te doen met een elite, een kleine elite, waarvan we de manoeuvres goed begrijpen. Het is een onmetelijke wereld, waarvan we goed beseffen dat er een onderlinge afhankelijkheid in bestaat. We leven in een onderling verband, zoals dat nooit eerder heeft bestaan. Maar er zijn in deze wereld dingen die onverdraaglijk zijn. Om dat te zien moet je goed kijken, zoeken. Ik zeg tegen de jonge mensen, zoek maar even en dan vinden jullie ze wel. De slechtst denkbare houding is onverschilligheid. Zeggen, ik kan er niets aan doen. Ik red me wel. Als jullie je zo gedragen, verliezen jullie een van de meest wezenlijke eigenschappen waardoor de mensheid zich kenmerkt. Een van de onmisbare eigenschappen. Het vermogen om in opstand te komen en het engagement dat daaruit voortvloeit. We kunnen al twee grote uitdagingen benoemen. Het geweldige verschil dat er bestaat tussen heel arme mensen en heel rijke en dat steeds groter wordt. Dat is iets nieuws dat de 20e en de 21e eeuw ons hebben gebracht. De heel armen van deze wereld verdienen tegenwoordig nauwelijks $2 per dag. We kunnen niet toelaten dat dit gat nog groter wordt. Deze vaststelling alleen al moet leiden tot engagement. En de rechten van de mens en de toestand op aarde. Daar hebben ze het ook over. De economische situatie gaat nu leiden tot een groot probleem. Italië was al failliet, Frankrijk was al failliet. We hebben het opgelost door geld bij te drukken. De ECB drukt geld bij. De overheid zegt, we hebben genoeg geld. Ja, nogal wie dus dat jullie genoeg geld hebben. Want er wordt geld bijgedrukt, overheden lenen wel. Belastingdruk gaat verhoogd worden. Noordelijke landen, Nederland, Duitsland, moeten solidariteit tonen met zuidelijke landen, wat feitelijk neerkomt op we gaan hun banken redden. Beste mensen, Arno en ik hebben het alles vastgesteld, meerdere malen. U wordt gewoon bedonderd. Alles wat er nu gebeurt aan maatregelen is een afgekloven sigaar uit eigen doos. Het is verschrikkelijk. En het gebeurt gewoon. En u laat het ook gebeuren. Vanwege die onverschilligheid. Ik heb er geen macht over. Ik red me wel. En daarmee geeft u een van de belangrijkste menselijke eigenschappen weg. Namelijk uw eigen kritische vermogen. Uw mogelijkheid om te zeggen, wacht even. Er waren al 800.000 mensen die hun huur niet konden betalen. Hoe denkt u dat die zich nu gaan gedragen in wat er nu gebeurt? Dan zegt Wouter Koolmees. En laat mij rustig blijven. Maar ik weet wel degelijk dat deze man iets anders verdient dan een positie waar hij het voor het zeggen heeft. Die zegt, we laten ze niet in de kou staan. Ze mogen, en dat duurt dan 4 weken, de bijzondere bijstand aanspreken. We gaan dat makkelijker maken. Heb even geduld, we gaan die regeling in plaats zetten. Hou nou toch op. Even los van het feit dat deze man misschien niet bij machten is om dat te organiseren. Dan zou hij dat maar eens moeten zeggen. Maar hij zegt u iets wat een grote klap in uw gezicht is. Wij hebben jarenlang een systeem in stand gelaten met types zoals Wouter Koolmees. En met types die bij banken werken, die in een bureaucratische en financiële toplaag zitten. Die niets anders doen dan over de gewone burger zijn of haar rug profiteren. In een soort goddeloze, individualistische, walgelijke cultuur die de 21ste eeuw heeft voortgebracht. En ze verkopen het u alsof ze het voor u doen. Het is verschrikkelijk om te zien. En het is verschrikkelijk om te zien dat een heleboel mensen deze leugenaars nog geloven ook. Dat geeft straks zo'n enorme deceptie. Want mensen moeten niet alleen accepteren dat ze naar de donder gaan, maar ook dat degene die zij vertrouwden om hen te helpen, feitelijk grote leugenaars waren. U wordt afgeroomd. Uw vrijheden worden u afgenomen. In Amerika worden nu productiemiddelen genationaliseerd onder de Defense Production Act. Voor het laatst was dat in de jaren 50 in de Verenigde Staten om oorlog te voeren. Er worden nu in de oorlog tegen het coronavirus worden er allerlei productiemiddelen genationaliseerd. In Nederland gaat ons hetzelfde wachten. Dat is hoe een overheid gaat reageren. Al dan niet terecht. Maar laten we, los van het coronavirus, even goed kijken naar het schimmenspel aan de achterkant momenteel. Want het coronavirus is verschrikkelijk. En de lockdown is verschrikkelijk. En de maatregelen die er zijn, zijn verschrikkelijk. De economische gevolgen staan niet alleen op zich gerelateerd aan het coronavirus. Die waren er al. Die Europese economieën, die waren al failliet. En daarover zegt Stéphane Hessel ook iets. En dat ga ik u voorlezen. Het productivistische denken, dat wordt uitgedragen door het Westen, heeft de wereld in een crisis doen belanden, waar we alleen uit kunnen komen door radicaal te breken met de onstuitbare vlucht naar voren van het steeds meer op financieel gebied, maar ook op het gebied van wetenschap en techniek. Het is hoog tijd dat de zorg voor de ethiek, het recht en een duurzaam evenwicht op de eerste plaats komt te staan. Want we lopen grote gevaren. Die kunnen een einde maken aan het avontuur van de mensheid op een planeet die daardoor voor de mens onbewoonbaar kan worden. Maar het blijft een feit dat er sinds 1948 belangrijke vooruitgang is geboekt. De dekolonisatie, het einde van de apartheid, de vernietiging van het Sovjetrijk, de val van de muur in Berlijn. Dit zijn de idealen van een verzetsheld uit Frankrijk. Een man die zichzelf ook een rad voor de ogen liet draaien, maar hij zag bepaalde dingen wel scherp. Hier komt hij. De eerste 10 jaar van de 21ste eeuw vormen daarentegen een periode van achteruitgang. Die teruggang verklaar ik voor een deel uit het presidentschap in Amerika van George Bush, de 11e september en de desastreuze gevolgtrekkingen die de Verenigde Staten daaruit hebben getrokken. Zoals die militaire interventie in Irak. We hebben de economische crisis gehad, maar we hebben niettemin geen nieuwe ontwikkelingspolitiek in gang gezet. Ja. We hebben die vorige crisis gehad, hadden we kunnen aangrijpen om te hervormen. Ik heb dat ook fel bepleit, jong als ik was. Men zeiden tegen mij, waarom doe jij dit? Ik zei altijd, ik doe dit omdat niemand anders het doet. En omdat als je je teksten goed leest, dan zie je dat de bende van criminelen die uiteindelijk voor de hemelpoort staat, wordt aangevoerd door een bende van lafaards. Als allereerste kijkt God, en of dat nou een externe entiteit is, of u zelf als u in de spiegel kijkt. Kijkt in uw hart en kijkt, bent u een lafaard of niet? De bekendste vijand van Douwe Dabbert, Douwe Dabbert is een held. De bekendste vijand is Ludo Lafhart. Dus de lafheid om nu niets te doen, om te zeggen, ja verdorie. Nu dan het coronavirus, maar die economische crisis die er nu is. En het bijdrukken van het geld door onder andere Trump. En straks ook weer door de ECB. En het opleggen van belastingen. En het naar de verdoemenis laten gaan van al die mensen die het al zwaar hadden. En dan zeggen, ja dat heeft u zelf gewild. En dan vervolgens zeggen, oh nee dat heeft u niet zelf gewild. We laten u niet stikken. En vervolgens krijg je een afgekloven sigaar uit eigen doos waar je ook niets aan hebt. En vervolgens zeggen, ja maar we hebben ons best gedaan. Mijn hemel, beste mensen. Thuis. Ik ben wel eens streng en dan zeg ik, als jullie hier niet ingrijpen, dan verdien je ook niet beter. Maar dat is natuurlijk maar een halve waarheid. Dat zeg ik uit frustratie en onmacht, omdat ik u aankijk en zeg, we hebben met z'n allen de verantwoordelijkheid om te kiezen voor een ander systeem. Voor een andere manier van met elkaar omgaan en ons laten leiden. En die is voor een groot deel economisch. Tast de Nederlander niet aan in zijn portemonnee. Beste mensen, u wordt de hele tijd aangetast in uw portemonnee en u laat het gewoon gebeuren. En er wordt gediscussieerd op het niveau van de NOS en van Nieuwsuur en dat niveau is bedroevend laag. En als dat het niveau is waarop u wenst te communiceren, dan moet u zich afvragen, heb ik dan mijn democratische stem eigenlijk wel echt verworven? Ben ik die wel waardig? Ben ik het wel waard om invloed te hebben op een bestuur wat mij aan alle kanten pakt en dan vervolgens zeg ik, ach, ik heb er toch niets over te zeggen en ik red me wel. Die onverschilligheid. En dat u gezagsgetrouw bent is voor een deel terecht en voor een deel is dat lafheid. Want we moeten blijven wegen. En als ik kijk naar wat er nu gebeurt en ik weeg, dan zeg ik, uw bevoegd gezag dient alleen maar een economische en financiële toplaag, want elite is het niet te noemen. Want als je een elite bent, dan neem je ook echt je verantwoordelijkheid. En je hebt nog nooit een bank een verantwoordelijkheid zien nemen. Nog nooit. Ze zijn met één ding bezig. De boel kapot maken, toe-eigenen. Juridische procedures, bureaucratische procedures. Wij worden gerund door juristen en bureaucraten. En die maken alles kapot. Voor zichzelf. En daar gaan nu een heleboel mensen heel veel last van krijgen. En hoe we dat gaan oplossen, ik heb werkelijk waar geen idee. En dat is het enige eerlijke antwoord. Er zijn wel oplossingen. Maar wat er dus nodig is, en dat wordt dan soms een leiderschapscrisis genoemd. En dan werpen zich weer allerlei nieuwe leiders op. Ik kan nu één ding zeggen. Ook een leider gaat dit weer niet oplossen. Er zal een nieuwe structuur moeten komen van overleg tussen mensen, goed wegen, niet alleen maar het rationele, maar ook het hart en ook de intuïtie, het onderbuikgevoel. Die drie moeten in balans gebracht worden om tot de juiste beslissingen te komen, om in rust met z'n allen uit deze puinhopen te komen. Maar uw onverschilligheid zal leiden tot een grote gevangenis. En dat is waarom deze podcast Een Oorlog Reeds Verloren heet. Maar ik blijf vragen. Neem alstublieft verantwoordelijkheid. Kijk wat u kunt doen. Blijf rustig, maar wees reëel en wees eerlijk en herken uw vijand. Stéphane Hessel zegt, het is moeilijk. Tegen de jeugd zegt hij, kijk goed. Ik heb geluisterd naar hem en ik ben gaan kijken. En wat ik heb gezien is verschrikkelijk. Het is een geldduivel. En die duivel vreet nu miljoenen onschuldige Europeanen op. En dan kun je je afvragen, samen met het coronavirus, is dit nou de wereld die we willen?